En voor ons op de wedren staan opnieuw cameraman Thijs en verslaggever Daan. En Daan, wat heb je vanochtend aan? Nou ja, dat kan maar één ding zijn, dat is roze, toch? Ja, dat is ook alweer waar. Dat is een rare vraag weer. Ja, nou ja, Mike, het is nog vroeg. Heb je lekker geslapen? Ik heb heerlijk geslapen. En ik zag ook ik merkte ook dat jij hier gisteravond was geweest. Jij merkt dat ik hier gisteravond was geweest, want? Ja, de DJ-tafel stond ongeveer op 3 meter hoogte. Ja, dat klopt. En ik kon eronder doorlopen. Ja, dat is waar. Ik heb gisteravond nog even de avondshow gedaan. Dat is waar. Hey, goedemorgen. Goedemorgen als je luistert ook of als je kijkt via rn7.nl. We staan hier dus op de perstent van de wedren. Want ik dacht, laten we eens even beginnen met een soort van overzicht. Het is vandaag de dag van Wiegen, dag 2. En het is roze woensdag. Dat betekent dat in principe iedereen... Nou, het moet niet, maar het is leuk als je in het roze komt. En nou ja, als ik dan eens even over de reling kijk, zijn er toch wel best een aantal mensen die in het roze gekleed zijn. Dat is natuurlijk belangrijk. Maar wat misschien nog wel belangrijker is, is dat het nog een minuut of 10 duurt voordat we gaan beginnen. De start is weer hier op 3 punten. De route vandaag is misschien goed om te weten. Vanaf de wedren gaan we rechtsaf richting ziekenhuis, universiteit. En dan, nou ja, het is een heel end hoor, dus ik ga je niet helemaal meenemen. Maar vanaf hier is het belangrijkste, rechtsaf richting universiteit. En wat dan het allerleukste is, zeker voor studenten en mensen die uit de stad komen, is dat dat dus een hele lange laan is, waar heel veel ruimte is om lekker te gaan staan, lekker te gaan zitten, lekker gitaar te spelen. Dus ook daar gaan wij vandaag kijken. Wij gaan ondertussen naar de start, want het is nog een paar minuutjes en dan gaan we beginnen. Dus we gaan even omlopen, zodat we het mooi beeld hebben. Even kijken hoor. Ik neem Thijs ondertussen even mee en jullie dus ook. Wat een route, hè. Het is druk, man, hier. Al die mensen die gaan starten voor de 50 en het is echt een endweg. Denk er dus even in, hè. Dan heb je dus de hele dag al 50 kilometer gelopen gisteravond. Ga je naar bed, word je wakker met spierpijn, trek je jezelf uit bed en dan moet je vandaag dus weer 50 kilometer. Dit is altijd een spannend moment en er is eigenlijk maar één ding wat heel belangrijk is en dat we niet te veel in de weg lopen. Dus misschien, Thijs, moeten we hier even blijven staan. En dan wachten we af. In tegenstelling tot gisteren, waarbij we de feestelijke start hadden met confetti en alles, wordt er vandaag gewoon afgeteld vanaf de startbogen. En dat kan dus nu elk moment gaan beginnen. En het mooie is, Thijs, ik weet niet of jij dat kunt zien, als je helemaal inzoomt op die straat hier, dan zie je dat het er echt zwart ziet van de mensen. Als je het niet kan zien, dan gaan we er zo meteen nog maar even naartoe. Het zou nu nog ongeveer 30 seconden moeten duren. Kijk, mensen beginnen. Wordt afgeteld. Ja, de eerste kunnen gaan lopen. En dat starten, dat zie je wel, dat gaat langzaam maar gestaag. Mike, terug naar jou. Wij zien dat het hier allemaal goed komt. We gaan zo meteen eens even wat mensen spreken. Is goed, Daan, dank je wel. Nu ben ik van nature al een beetje een emotioneel figuur. Maar iedere keer als ik dit zie en iedere keer als ik dat hoor, die start en dat aftellen, ik krijg er nog iedere keer kippenvel van. Goedemorgen, mannen. Goedemorgen. Ja, goed dat je erbij bent. De 50 kilometer is inmiddels gestart. En ja, er staat hier een groepje. Ze hebben een soort VIP-plek. Ik weet niet precies hoe het komt. Ik ga even iemand erbij roepen, hoor. Killian! Oh, hij is uitgeput, zie ik. Killian, ja. Jij staat op een soort VIP-plek. Wat heb je moeten doen om deze VIP-plek te bewachtigen? Ja, we hebben eigenlijk gewoon heel de avond bier gedronken. Ja. En toen waren we toevallig hier en toen dachten we van ja, waarom niet? We gaan gewoon even hier langs, gaan we gewoon even iedereen aanmoedigen. Even iedereen goede spirit inpraten om even door te lopen vanavond. En hoe laat was je hier dan? Ja, ik kom uit Eindhoven, dus we zijn met de trein hierheen gekomen. En toen zijn we met z'n allen bier gaan drinken. En ja, toen kwamen we hier uit en toen hebben we met z'n allen feestvieren. En
Iedereen aanmoedigen. Oké. Okay. Hey Kilian, nou hebben we een kleine uitdaging, want het is vandaag de tweede dag. Oké. En het probleem wat we eigenlijk altijd zien hier, is dat om 4 uur is het super druk. Ja, ja. 4:15 en dan starten 40, dan gaat het toch. Maar daarna gaat iedereen gewoon langzaamaan naar huis en dan is er niemand meer om die mensen van de 30 aan te moedigen. Maar die beginnen dus om 7:30. Kunnen wij afspreken dat jullie hier gewoon tot 7:00 blijven staan met z'n allen? Ik kan achter deze kant op kijken, maar ik weet niet of iedereen meedoet, maar... Hey, blijven we tot 8:00 vandaag? Lek. Blijven we tot 8:00 vandaag? Ja, tuurlijk. Ja, tot 8:00. Helemaal gek. Gaan we gewoon doen. 8:00 is al lang, maar waarom nu? Pak wel een treintje later. Het wordt even overlegd. Ik mag wel zeggen, respect voor die lopers. Kijk, wij staan wel met onze zotte kop. Heel leuk allemaal. Maar respect voor die mensen die het wel doen. Ja, en zo is het. Respect. Nou, goed gedaan. Hey, gaan jullie lekker? Hebben jullie nog een bepaald nummer waarbij iedereen echt helemaal losgaat? Ja, ik weet niet. Geen idee. Gaan we zo zien. Kunnen we nog even één keer doen dan? Dan blijven wij er even bij. We doen ons best, wordt er hier gezegd. Ik kan er eigenlijk niks aan toevoegen. Als je dit ziet, dan heb je toch meteen zin om weer te gaan lopen, of niet? Ja, ik sta hier met Quinten. Ja, dan. Quinten, ik kwam weer tegen. Jij stond hier lekker met een colaatje. Ja, en jij stond mij ontzettend uit te lachen omdat ik naar bed ben gegaan vannacht. Ja, inderdaad. Jij ging naar bed en ik niet. Waar ben je geweest vannacht? Ja, in de stad. Een beetje een bier. Oh nee, een colaatje gepakt. Een colaatje gepakt, ja. Er zit verder niks in, dus dat is echt heel goed nieuws. Ja, inderdaad. Was heel goed nieuws. Toch? Nee, maar doe eens wat jij vertelde mij net. Dat je hier vanaf 1:00 of 3:00 was, hè? Ja, dat klopt. Waarom was je hier zo vroeg? We kwamen nergens meer binnen. Je kwam nergens meer binnen? Nee. Dus toen dachten we gaan mensen uitzwaaien. En nu ben je hier. Dat maakt me blij. En zijn mensen ook blij dat jij er bent dan nu? Ik denk het wel, ja. Zeggen ze dat tegen je? Zeggen bedankt. Juist. Hé, hey Quinten, we moeten even een oproep doen. Dat hebben we net afgesproken, hè? Want er zijn natuurlijk heel veel mensen die thuis zitten, nu. Ja, absoluut. Wat zou je tegen die mensen willen zeggen? Pak jij even de camera. Ze moeten hierheen komen. Ze moeten een keer mensen aanmoedigen. Een keer uit de bed komen. Dat is het beste wat er is. Het gezelligste. Heel leuk. Ja, ik kan niet beter zeggen. Hé, hey Quinten, dan heb ik wel... We hebben een klein probleem. Ik was hier gisteren ook. Ja. En dan is het is zeg maar nu 4:30, hè? Ja. Nu is het super druk. Maar om 7:30, als de 30 kilometer start, staat er niemand meer. Nee, dat is jammer. Dat is jammer, dus ik probeer eigenlijk een beetje mensen te motiveren om hier gewoon tot 7:30 te blijven staan. Kijk, kunnen wij afspreken dat jij hier om 7:30 gewoon nog staat? Ik sta er nog. Met wie ben je allemaal? Want ik zie hier mensen allemaal, er komen een beetje mensen bij. Zijn jullie hier ook nog om 7:30? Ja, dat is mijn drinken. Oh, ja, nou hou maar even vast, dat is goed. Ja, inderdaad, dat is leuker. Ja. Nee, wij staan hier nog. Om 7:30 staan we hier nog. Absoluut. Dan kom ik om 7:30 even kijken of je er ook echt nog bent. Hey, probeer zoveel mogelijk mensen hier te laten komen. Zullen wij dat nu even samen als opdracht voor vandaag... Ja, spreek wel. Absoluut. Wat is ons doel? 10 mensen. Nee, iets hoger. Ja, 20. We schatten laag in. Om 7:30 staan we hier nog met 20 mensen. Ja. Deal. Inderdaad. Deal. Hoe meer, hoe beter. Ik spreek jou om 7:30. Ik spreek je ook om 7:30. Dankjewel, man. Bedankt. We hebben een... je bent ook op beeld. Ja, zeker weten. Hey, even snel. Met wie ben jij? Ik ben Tom. Wie ben jij? Lisa. Talia. Luca. Jongens, we hebben een probleem. Jullie kwamen er naar me toe. We moeten iets regelen. Vertel even. Waar kun je bier halen? Ben je dorstig? Ja. Waar ben je geweest dan vanavond? Ja, gewoon de Vierdaagse. Oh, wow. Ja. Maar doe even waar? Waar ongeveer? Nou, eigenlijk een beetje overal. Fingerboys. Eerst zijn we naar de Fingerboys, was dat wat? Nee, eigenlijk niet. Nou, het ging vooral om de sfeer, laten we het zo zeggen. Dus dat was niet zo heel goed? Nou, het bier ging er vooral goed in. Het bier ging er vooral goed in. Ja. Oké, en dan hebben we dus nu de uitdaging dat het bier eigenlijk op is. Ja, precies. Nou, het punt is eigenlijk, ze hebben daar dus van die mooie tenten. Ja. Maar dan kun je dus nu alleen maar koffie halen. Dus misschien moeten we eventjes mensen hier vragen of er bier is. Ja, dat vind ik een hele goeie. Zullen we dat even gaan doen? Ja, jongens, kom, we gaan even op jacht naar bier. We gaan op jacht naar bier. Ga je mee, Thijs? Ik denk dat jij dat het beste kan vragen. Ik loop even achter jullie aan, we nemen de camera even mee. Ja, zeker. Laten we doen. Ja, we gaan even kijken of we kunnen komen. Misschien moeten ze roepen. Hier, misschien hier. Maar dat gaat helemaal nergens over, jongens. Je moet wel vragen, hè? Ja, deze mensen weten het vast. We hebben echt bier nodig. Kijk, we hebben het echt nodig. Waar kun je bier halen? Ja, we zijn op zoek naar bier. Wij denken
Niet hier. Alleen koffie hier. Ja, daar zijn wij bang voor. Heel veel geroken, ja. Maar bier nog niet. Weten jullie wel waar we misschien wel bier kunnen halen? Is dat verderop of is dat terug? Jij denkt dat we verder moeten zijn. Ik denk dat we verder zoeken. Nou, Mike, wij gaan even op zoek naar bier. Vind je dat goed? Is goed. Ja, ik weet wel ergens op bier staat, maar dat is in mijn kelder. Oh. Dat is nog best ver weg. En is dat op de route? Nee, dat is in mijn kelder. Dat is genoeg zat. Oh, dat is jammer. Ja, nou, dan gaan we hier wel even zoeken. Succes! Terug naar Daan op de wedren. Ja, ik sta hier met drie dames prachtig in het roze. Jullie zijn echt helemaal klaar voor Roze Woensdag, hè? Ja, helemaal. Helemaal in stijl. Alleen, wij kwamen hier net staan. We dachten, we hebben de eerste mensen van de 40 kilometer te pakken. Maar er is iets gebeurd net, hè? Kun je even vertellen wat er net gebeurd is? Nou, we werden net doorgelaten bij de 50 groep, zeg maar. Dus we waren halverwege. Nou, niet halverwege. Je was al halverwege en je bent weer teruggekomen. Toen zijn we weer 20 kilometer teruggelopen. En toen dachten we, nee, we gaan toch weer terug. En dan gaan we weer beginnen. Maar wat betekent dat nu dan? Want jullie zijn dus eigenlijk illegaal doorgelaten. Ja, dat klopt. Maar we zijn netjes teruggegaan en mogen gewoon zo starten. Maar moet je dan opnieuw scannen of? Nee, dat niet. Nee, dat niet. Nee. Oh, dus je staat nu eigenlijk gewoon. Jij hebt eigenlijk voordeel wat je dus nu eigenlijk aan het vergooien bent. Ja. Hey, nog even, hoe ging het gisteren? Prima, ja, was een goede dag, lekker weer, leuke mensen natuurlijk, maar kleine pijntjes, maar voor de rest ging het. Hoort erbij, hè? Ja. Pijn is fijn, bloed is goed. Ja, bloed moet, ja. Ja, dat. Ja. Okay. Hey, nou zien jullie er helemaal in het roze uit. Heeft het voor jullie nog een speciale betekenis dat het roze woensdag is, of is het gewoon dat het leuk is? Ja, nou, de kleur staat nog wel goed. Ja, dat sowieso, vooral je haar. Ja, dat is echt, hè? Ja. Hou je hem op, ook de hele route? Want 40 kilometer lang zweten met zo'n pruik op? Ah, dat weet ik nog niet, inderdaad. Ja, ze houdt hem op. Ze houdt hem op. Ja, jij gaat ervoor zorgen dat ze hem ophoudt. Ja, ze houdt hem op. Ja. Spannend, denk ik. Wat gaan jullie doen als je zo meteen terugkomt? Biertje drinken. Ja? Ja. Ga je nog iets roze-achtigs doen? Nee. Oh, we gaan scannen. Wij gaan aan de kant staan. Jullie mogen denk ik lopen. Succes, hè? Ja, dan blijven wij er maar even bij hier. Want we gaan weer lopen. De eerste groep van de 40 kilometer. Zo gaan de 40 kilometers onderweg en blijven wij er ook bij tot de 30 kilometer gaat. Ik wilde zeggen de 20 kilometer. Maar die gaat niet, want die bestaat niet tijdens de vierdaagse. Ik heb twee dames bij me, inderdaad. Ze zien er prachtig. Ja, even een totaalshot even hoor, Thijs. Ja, zeker. Ja, ik sta met Hella en Gea. Jullie zijn schoonzusjes van elkaar, vertelde je net. Klopt. Ja, klopt. Loopt dat nou lekker, zo'n jurk? Dat hopen we wel. Want dan moeten we er wel 40 kilometer mee lopen. En heb je hem daar speciaal voor uitgezocht of is het gewoon eigenlijk vooral voor Roze Woensdag? Het is voor de Roze Woensdag. Oh, jij hebt hem uitgezocht, Gea? Ja, ik heb hem uitgezocht. En wat is het voor creatie? Kunnen we even een kleine doorloop doen? Nou ja, het is een heel fleurig geheel. Een roze lijfje. En een gestreept rainbow. Ja. Rokje. En dan de groene sokken. En dan de groene sokken. Die horen er ook speciaal bij? Nou nee. Waarom heb je die aan dan? Nou, vind je ze niet mooi? Ik vind ze prachtig, daarom vraag ik het. Ja, nou, daarom heb ik ze aan. Oké, okay. En het hoedje? Ja, een hoedje erbij. Ja, ons hoedje hebben we altijd op. Je hebt altijd het hoedje. Maakt niet uit of het roze woensdag is. Nee, dat hoedje hebben we altijd op. Als jullie met z'n tweeën lopen, heb je altijd het hoedje op. Nee, dat niet. Nee, dat is wel voor de vierdaagse. Ja, nee, doe normaal, joh. Nee, andere wandelingen niet, hoor. Want jullie lopen vaak samen. Ja. Oké, okay. Hoe is het gisteren gegaan? Heel goed. Ja? Heel goed. Geen last van... Vandaag weer zo te gaan. Ja. Ja, waar kijk je nou vandaag het meest naar uit? Want er staat natuurlijk een hoop te gebeuren. Het is de dag van wiegen. De finish. Ja, dat je er gewoon weer bent. Dat je hier gewoon een biertje kan pakken. En, ja, precies. Dat zei ik net al. Ja, precies. Ja. Oh ja. Hé, hey, nou waren jullie eigenlijk... Er is een hele lange rij. En jullie waren eigenlijk door de fastlane en proberen om zo snel mogelijk bij de start te komen. Zijn jullie een beetje laat voor jullie doen of wil je altijd gewoon opschieten? We zijn eigenlijk te laat. Moest hier 4:45 zijn, hè? Ja, maar het is dan red je nog vijf wel, hoor. Voor. Ja. Als je die paar minuten nog nodig hebt vandaag, dan... Dat gaat niet lukken vandaag. Nee, sowieso niet, want de 50 is al gestart. Ja, dat weet ik. Ja. Ja, nee, maar dat is het gevoel. Ja, je wil gewoon niet wachten, je wil gewoon door. Je wil gewoon door? Ja. Want hoe eerder je weg bent, hoe eerder je weer thuis bent. Precies. Want zo leuk is het nou ook weer niet.
Nou, we zijn blij als we de finish over zijn, dat wel. Het is wel leuk, maar het is ook alweer leuk over de finish te komen. En ja, we hebben het weer gehaald voor vandaag. Precies, en nou zijn jullie eigenlijk met z'n drieën. Jullie zijn met José. Wat is José van jullie? Een vriendin. Maar die had geen zin, die is niet zo'n ochtendmens. Hè? Dus... Dat José al een jurkje aan heeft, is al heel wat. Dus José die heeft zoiets van, nee, ik hoef al die aandacht niet. En helemaal niet met een jurk op tv? Precies. Nee. Maar inmiddels is José denk ik wel ongeveer bij het Radboud. Dus als ik jullie was, zou ik lekker gewoon hier de snelle lijn pakken. Ja, dat doen we. En heel veel succes. En dan spreken we elkaar vrijdag, hè? Dankjewel. Ik herken jullie nu aan de hoedjes. Zonder jurkje, met een hoedje. Dat is goed. Succes! Voor ons op de wedren staan cameraman Thijs en Daan. En Daan, wie heb je bij je staan? Nou, jij zegt staan, maar we zijn er even bij gaan zitten, hoor. Oh. Het is echt. Je zit een beetje in het luchtledige, hè? Dat om kwart voor zes starten, of om kwart voor vijf is het eigenlijk, start de eerste groep. En om kwart voor zes start dan de tweede groep van de 40. Dus mensen zitten hier even gewoon een beetje te chillen in het roze. Ik zag jullie zitten. Ik dacht, daar zit een dochter met moeder en vader. Maar het is niet, ik vraag het aan je, het is niet zo, hè? Nee, dat klopt. Dit is mijn schoonmoeder, Katie Schiks. En Henk Cornelis is de zwager. Wie ben jij dan? Ik ben de schoondochter, ik ben Malou Thijssen. Oké, en waarom zijn jullie met elkaar gaan lopen dan? Hoe is het ontstaan? Het was kerstvakantie en wij zaten met z'n tweeën in Amsterdam. En toen zeiden we tegen elkaar, wat worden de nieuwe voornemens voor 2019? Oh jee. En toen zei ik, nou ja, dan wil ik nog wel een keer voor de tweede keer de Vierdaagse lopen. Nou, toen zei ze heel enthousiast, dan haak ik aan. En zodoende is dat ontstaan. En Henk heeft vorig jaar met mij ook de Vierdaagse gelopen en die haakt dit jaar weer aan. Ik wist al dat ik dit jaar zou lopen. Vorig jaar zo enthousiast geworden van die grote menigte hier, dat was voor mij geen andere optie. Ik moest en ik zou ook in 2019 voor de tweede keer gaan lopen. Dus hier zit ik. Wat goed dat je er bent. Dag 2, de dag van Wiegen en Beuningen en van Weurt. En dan gaan we weer richting wedren. Dus eigenlijk is dit, vandaag is het een training voor morgen. Ja, vandaag zijn we een klein rondje. Ja, daarom. We trainen vanmorgen en dan uiteindelijk morgen trainen we voor de grote dag. Hè. En dat is binnenkomen via de Via Gladiola. Wat is dat dan, zeg maar, hetgene wat het allemaal waard maakt? Nee, het hele gebeuren er rondomheen maakt het allemaal waard. Alle enthousiaste mensen die je langs de kant van de weg ziet. Al die 47 mensen, een klein beetje 1000 wandelaars die je onderweg treft. Dat is gewoon één groot volksfeest. En wat dat betreft, we zijn natuurlijk een van de mede... Nee, ik moet anders zeggen. Het is het grootste wandelevenement van de wereld. En wij geven daar invulling aan. Je bent er gewoon onderdeel van. Nou zei jij net, voor jullie was het een soort van goed voornemen. Is het voor jou dan de eerste keer? Ja, het is voor de eerste keer voor mij. Ja. Hoe gaat het? Ja, heel goed. Eén klein blaadje. Oh, dat mag geen naam hebben. Nee, ja, nou ja, goed. Of doet hij heel erg zeer? Nee. Nee, ik ben gewoon weer fris aan de start. Frisser als gisterochtend. Ja, want dat wilde ik eigenlijk zeggen. Met wat voor gevoel word je dan vanochtend wakker? Nou, heerlijk geslapen. Dat was gisteren wel anders. En ik heb er zin in. Ja, ik heb er echt super weer veel zin in weer vandaag. Heb je een beetje een idee wat je vandaag moet verwachten? Het is Roze Woensdag, echt een speciale dag. Heb je een idee wat er op je af gaat komen? Geen idee. Had ik gisteren ook niet. Maar gisteren dacht ik van het is 40 kilometer feest. Nou, dat was niet zo. Nee, wat dan? Nou, er waren ook wel saaie stukken bij. En, maar goed, die verwachtingen heb ik bijgesteld. Dus vandaag is weer een nieuwe dag en gaan we weer nieuwe ronde, nieuwe kansen. Ja, precies. Hey, en voor jullie als ervaren lopers, wat kan je schoonmoeder vandaag een beetje verwachten? Ik zeg al maar zo, laat maar op je afkomen en dan is alles mooi. En als je je verwachtingen daarin bijstelt, dan is het goed. Kijk, hey, en is dan het ideale begin gewoon beginnen met koffie? Ja, we beginnen met koffie. Ja, heerlijk. Nou, top. We gaan extra vroeg weg. We gaan extra vroeg weg en dan kunnen we nog lekker een bakje koffie drinken en dan kunnen we beginnen. Nou, genieten van vandaag. Ja, gaat lukken, hè? Dankjewel. Ja, goedemorgen. Ik sta hier met Mickey. Mickey, jij staat op het punt om te vertrekken, hè? Ja, klopt. Klopt. Ik heb mijn spullen mee. Je hebt je spullen mee? Ik zal het even laten zien. Ja, in deze tas zit dan weer nog een tas. Ja, klopt, ja. En dat is een rugtas. Dat is op zich makkelijk, hè? Een rugtas is handiger dan zo'n tas op principe mee te nemen. Als, ja. Als ik een tip mag geven aan lopers van de Vierdaagse. Ja. Ik raad een rugtas aan boven een tas van Jumbo. Oké. Mickey, jij hebt niet de meest voorkomende wandelschoenen die ik hier vandaag op de wedren gezien heb. Kun jij daar iets over vertellen?
Nou, het enige wat ik erover kan vertellen is dat dit wel de laatste vierdaagse voor deze schoenen zullen zijn. Ja, want nog 4x50 hierop? Dat wordt hem niet, nee. Dat red je niet meer? Nee, maar we hebben al één dag gehad, hè. Nog maar 3x50 te gaan. Ja, dat is wel waar. Hoe heb jij je voorbereid eigenlijk? Nou, de Jumbo heeft me daar wel bij geholpen. Ja. Lekkere dingen inslaan. Ja. Jumbo! En oefenen, trainen. Ja. Proberen een beetje fris voor de dag te komen, als het erop aankomt. Meer kun je niet doen, denk ik. Nee, daarover gesproken, wat is dat op je wang? Is dat een soort strijd ding? Of hoe, Ja, als jij het zo wil noemen, nou, hoe wil jij het? Hoe wil jij het noemen? Oh, nu ik even wat beter kijk. Is het een kusje of zo? Is het lippenstift, Mickey? Het is lippenstift, ja. Ja. Waar ben je vanavond geweest? Vanavond ben ik gewoon geslapen. Ik moet gaan lopen zo. Oh ja. Toch? Ja, nee zeker. Maar waar komt het dan vandaan? Ja. Ik bedoel, je ligt in bed en er gebeurt wat. Ik wil de pret verder niet drukken, maar het is 17:30. Je bent 2 uur te laat, hè? Je had om 4 uur mogen starten. Nee, komt goed. Komt goed. Ze wachten al op mij. Ze wachten op mij. Top. Nou, als ik jou was vast gaan lopen. En dan kijken wij hoe jij mooi zo aan de horizon vertrekt. Ik zie jullie morgen. Tot morgen. Dan spreken we elkaar weer. Ik ben benieuwd of we hem vrijdag ook nog gaan zien. Ja, op die schoenen. Oké. Okay. Overigens, je kunt ook heel die boodschappen doen met Albert Heijn, bij de co-op, bij de... maar goed, dat is een ander verhaal. Nou, Mickey, succes dan maar. We gaan terug naar de wedren, naar Daan Wijfje, want de tweede 40 kilometer staat op het punt van beginnen. Ja, en daar moet natuurlijk volle bak voor worden gewarming up. Dus ja, we staan bij een van de startbogen. Daar wordt hier gewoon heel spontaan een warming up gedaan. Ja, dit is ook zo'n moment dat je misschien gewoon even moet wachten en even moet kijken wat er gebeurt. Ik hoor dat we nog 4 minuten hebben. Ik ga ondertussen even... Meneer, mag u wat vragen? Is dit nou de voorbereiding die u nodig heeft? Prima, nee, dat gaat prima. Ja, is dit de warming-up die nodig is om vandaag... Dat is warming-up, ja. Ja? Ja. Dat hoort u zelf, hè? En help je dan? Ja, bij mij wel, hoor. Gezellig. Ja? Dat is gezellig. Ja? Ja? Ja, ja. Hoe is het gisteren gegaan? Prima. En vandaag? Oh, dat gaat precies hetzelfde, denk ik. Ja? Ja. Het is roze woensdag, hè? Ja, maar prima. Ieder van zijn eigen, hè? Ja, dat is wel waar. Heeft u toevallig nog iets roze meegenomen? Nee, toch al niet, nee. Jammer. Ja, prima. Maar maakt niet uit, hè. Het is een vrije keuze voor iedereen. Keuze. Ja, precies. Vrij Nederland, hè. Ja, daar staat het volgens mij ook juist voor. Ja, dat is een eigenheid. Ja. Wat vindt u ervan dat er elke dag zoveel studenten langs de kant staan? Oh, ik vind het prima. Ja? Ja, gezellig. Ja, precies. Ja. Ik ga even mee. Thijs, laten we nog even kijken. Ja, zeker. Nog 1 minuut. Ja, wij volgen jou, hè? Nee. Ja, is dit spontaan ontstaan of heb je hier jarenlang Oh ja, gekregen? Mijn vriendinnen waren opeens weg, dus ja, ik denk, ga deze mensen maar entertainen. Nou, dat doe je heel goed. Zo maak je vrienden. Laat jij even zien wat je doet, dan blijven wij hier even staan. Ja, en nou is nog maar 1 minuut, dus ik heb niet zoveel liedjes meer. Jongens, gooi iets, gooi iets. We zijn er bijna, zingen. Yes, en we zijn van start voor de tweede groep 40 kilometer. We zijn er bijna, scheelt maar 40 kilometer. Ja, vandaag hè, 40 en dan morgen nog 40 en vrijdag nog 40. Ja, precies. Maar het mag allemaal natuurlijk geen naam hebben. Nee, maar fantastisch dit. Ja. Hoe dat spontaan ontstaat weer, Daan, zo bij de start. Goed is dat, hè? Ja, dat is ook nodig, hoor. Prachtig. Goedemorgen. Ja, we staan op de plek waar de groepen normaal starten. En het is een beetje rustig, want de meeste groepen zijn weg. Maar ik sta hier met een hele bijzondere groep mensen, want dit zijn allemaal oud-mariniers. En goedemorgen trouwens allemaal. Goedemorgen. Voor de hoeveelste keer lopen jullie, want jullie lopen hem in een soort van verschillende gradaties. Hè? Kunt u dat even toelichten? Ja, maar ik ben nog een Baru wat dat betreft. Baru is zijn Maleis jong, dus ik loop hem nu voor de 6e keer. Maar er zijn erbij die misschien al 20 keer. Voor de 20e keer? Dan gaan we even naar u. Want zijn er mensen die hem nog meer dan 20 keer hebben gelopen? Nee, ik ben met een Baru. Ja, u bent eigenlijk nog maar net begonnen. Ja, u loopt voor de 20e keer. Ik ben eigenlijk de oudste, dus... Want u bent al? 85. Wauw. Ja.
Bent u dan de oudste deelnemer? Nee, de oudste deelnemer niet. Wel bij de 100 oudste Jan, hè? Want Jan is maar 3 dagen jonger dan ik. Jonger? Ja, ja, ja. Dus veel jonger. Ja. Dat scheelt ja, dat geloof ik, ja. Maar samen, nou, ik zou je leuk, iets leuks vertellen. We zijn samen met hetzelfde vliegtuig naar Nieuw-Guinea vertrokken in 1953. En samen ook met een ander, wel hetzelfde vliegtuig teruggekomen. Dus. En nu lopen we ook weer samen de Vierdaagse. En hebben jullie elkaar al die tijd gewoon, zijn jullie elkaar altijd blijven zien? Nou, nee. Tijdens de Vierdaagse, maar verder nooit, Jan. Nee, alleen de Vierdaagse. Nee. Alleen tijdens de Vierdaagse? Ja, alleen Vierdaagse. En dan de rest van het jaar gewoon niet? Hij heeft geen internet, dus dan is dat wel... U heeft geen internet? Dat moet je nou even zeggen, ja. Hè? Ja. Is dat een ding tussen jullie? Minder contact. Ja, ja, ja. Want... Ik kan me zo'n ding niet omgaan, sorry. Ik ben ook misschien te oud voor, dat weet ik niet, maar... Ja, precies. Maar jullie hebben wel een hele bijzondere groep. Want jullie zijn allemaal oud-mariniers, maar wel allemaal van, ik kijk even rond, ongeveer gemiddeld verschillende leeftijden zo te zien, of niet? En de vriendschap onder elkaar. Ja, jullie komen overal uit het land? Ja, van Groningen tot Limburg. En, maar hoe komen jullie dan bij elkaar? Ja, we hebben elk jaar contact, hè? Dat is contact oud-mariniers. Ja. Wij zijn lid van het contact oud-mariniers. Ja. Dat is een soort vereniging van oud-mariniers? Eens mariniers, altijd mariniers. Is dat zo? Dat is zo. Mariniers, geen oude mariniers. Want een ex-marinier bestaat. Ja, die bestaat wel, maar die is dood. Oud, man. Ja. Een ex-marinier bestaat wel, maar die is dood. Oké, wijze les. Elkaar niet. Je hebt gelijk contact met een marinier. Want dat verbroedert dat dan? Ja, dat verbroedert. Ja. Ja, dat gaat nooit kwijt. Dat is gewoon een ziekte, bij wijze van spreken. Ja. Het gaat nooit over. Nee. De verbondenheid met elkaar, dat is gewoon heel sterk bij ons. Ja. Dat klopt. Maar het is dan toch wel jammer dat jullie niet op Heumersoord mogen starten? Nee, we zijn eigenlijk een tussengroep, hè? Een burgergroep, maar met een militair tintje. Dus jullie lopen wel in marstempo? Ja. In het verleden mocht dat wel, hè? Ja. Maar sinds de aanslagen van New York mogen wij er niet meer komen. Zij zijn niet actief meer. En dan mag je er dus niet meer komen? Nee. Dat is een veiligheidsmaatregel. Wat jammer. Ja, nou ja, ach. Ja. We redden ons wel, hoor. Ja, oh, dat geloof ik wel. Dat is geen probleem. Hé, en dan vandaag, want het is vandaag dag 2, jullie gaan er natuurlijk met z'n allen uitlopen, of niet? Ja, tuurlijk. Zijn jullie allemaal kwijtgeraakt? Nog nee, niet? We zijn met 19 hebben 30 kilometer peloton. En we hebben 40 kilometer peloton met 11 man. Dus het gaat helemaal lukken vandaag. En dan, hoe ziet het dan voor jullie? Want ik ben wel eens op Heumersoord geweest. Ik weet dat als daar de troepen binnenkomen, de pelotons, dan moeten ze altijd iets. Hè, dan nemen ze een biertje, doen ze iets geks. Doen jullie dat dan ook hier? Ja, doen we voor elke dag geks. Ja. Ik denk dat wij iets gekker doen. Iets gekker? Ja. We gaan de afloop naar de vereniging en dan gaan we lekker feest vieren. Nou, geweldig. Toch, dat maakt niet uit. Bieren en lekker dansen, dus dat komt helemaal goed. Ja, we gaan wel even dansen na afloop. Dat hoort erbij, hè? Dat hoort erbij. Is dat tegenwoordig ook nog? Je moet aan je stappen komen. En dan red je anders niet met 30 kilometer. Nou ja, het is eigenlijk een toetje. Ja, precies. Ja. Ja, het gaat om de afloop. Het gaat om de afloop. Duidelijk, ik ga jullie met rust laten. Over een paar minuten moeten jullie gaan lopen. Dat is ons doel. Jullie lopen voor het goede doel? Jullie lopen ook nog voor het goede doel. Daar maken we daarvoor tijd voor. Ja, dat zijn... Een peloton en die heeft de ziekte van Els. En die dacht vorig jaar al, dit wordt mijn laatste. Dat doet hij dit jaar toch mee. Want ja, wij zijn natuurlijk doordouwers. En hij zeker. Maar het is waarschijnlijk zijn laatste Vierdaagse. Want hij heeft de ziekte van Els. Dus dit jaar lopen jullie voor het goede doel. Ja. Hoeveel hebben jullie opgehaald ongeveer? Teller staat nu op dagtickets van €4.000. Wauw. Dus we gaan gewoon door met uitdelen van stickers. Ja. En we hopen dat iedereen wat doneert. Juist. Ik neem hem mee. Wil je nog een oproepje doen voor de donatie? Of mag nu op de camera? Nu kan het op de camera. Oh ja. We willen graag dat iedereen doneert aan de stichting ALS. Al is het niet alleen voor onze oud-marinier, maar ook voor alle andere lotgenoten. Duidelijk, dankjewel. Goeie tocht vandaag, mannen. En tot vrijdag dan, hè? Oké. Okay. Prachtige kameraadschap en broederschap in de Vierdaagse. Een van de kernwaarden ook van de Vierdaagse. En toevallig dat ik het er zo net over had. Wil jij de wandelaars sponsoren die een goed doel vertegenwoordigen tijdens die sponsorloop? Vierdaagse sponsorloop.nl. Want het is Roze Woensdag tijdens de 103e Vierdaagse. De dag van Wiegen, Roze Woensdag. En als je al heel vroeg erbij was... Op RN7, want we houden je vanaf 4 uur en stiekem al vlak voor 4 uur op de hoogte van alles wat er gebeurt met de Vierdaagse. Dan heb je gezien dat Daan op een gegeven moment mensen tegenkwam die waren op zoek naar bier. Hebben ze het nog gevonden, Daan? Dat zal toch niet? Nee, we hebben nog geen bier gevonden. Ach toch? Nee. Maar heb je bier gevonden, Quinten? Nee, ik heb nog steeds geen bier gevonden, nee. Nee.
Dat is wel een ding, hè? Ja, ik baal stekken. Ik moet wel zeggen, ik heb net een marinier van 85 gesproken die hem voor de 20ste keer liep, geloof ik. Ja? Maar het feit dat jij hier nog staat, vind ik bijna net zo bijzonder. Harde kern, hè? Maar op koffie kunnen we alles overleven. Ik heb net een aanbod gekregen, 10 koffie van jou. Heb jij hem van mij? Nee, volgens mij zei ik, als je hier om 7:30 nog bent, haal ik koffie voor je. Ja, 10 koffie. Wat moet jij nou met 10 koffie, man? We zijn met 5 man, dus allemaal 2 bakken. Heb je dat nodig om nog weer naar huis? Waar moet je naartoe eigenlijk zometeen? Ja, Malden. Oh, ga je op de fiets? Om de hoek, ja. Ga je lopen? Nee, op de fiets. Oké, maar even serieus onder ons. Hoe voel je je momenteel? Prima. Heerlijk. Oh, pas op. Dat gaat helemaal verkeerd. Ik denk nee, dat... Nee, het gaat echt super. Ja? Ja, het gaat fantastisch. Heb je nog iets speciaals in petto of als de 30 zo meteen gaat starten? We gaan weer aanmoedigen, hè. Weer klappen en... jongens, veel plezier. Wil jij misschien nog een plaatje aanvragen, nu je hier toch zo lang staat? Plaatje? Nee. Ik weet niet of het kan. Ik heb het niet overlegd met Mike, maar ik hoop dat het kan. Wat voor een plaatje kan ik draaien? Ja, wat zou je willen? Bijvoorbeeld de Venga Boys, dan ben je misschien gisteren ja, geweest. Ja, die is heerlijk. Doe maar. Wat wil je horen dan van de Venga Boys? Maakt niet uit. Doe Mike, maar. Is dat mogelijk, denk jij, een plaatje van de Venga Boys? Ik zal even kijken of de Venga Boys met Maakt niet uit in het computersysteem hebben staan. Als jij er dan even gaat zoeken, dan ga ik eens even kijken of we koffie kunnen regelen. Dat is goed. Ik heb nog een andere vraag, Daan. Oh, je hebt nog een andere vraag? Ja. Bonenkoffie, ja zeker. Mike, vertel. Gisteren kwam jij tegen op de wedren. En daar was ik heel erg van onder de indruk. Dat was Bart uit Graven. Ja, Bart uit Graven, ja. Bart uit Graven. En Bart uit Graven, die moest nog naar school in Den Bosch. En die was er al elke dag geweest. En die zou er vanochtend ook zijn. Heb je hem gezien? Ja, ik heb Bart nog niet gezien. Nee. Ik heb Bart nog niet gezien, nee. Terwijl, ik denk, want hij moest natuurlijk om 8:30 naar school. Ja. Ik denk, als hij er al gekomen is, dan denk ik dat hij er misschien wel gebleven is. Oh, dat zou ik zo doen. Goed kunnen. Nou, ja. ik heb goed nieuws. Ik heb de Venga Boys. Nou, draai even de Venga Boys. Speciaal voor Quinten. Ja. Dan gaan we samen naar Ibiza. En op de wedren staat... Daan klaar, want de 30 kilometer gaat bijna van start. Ja, dat klopt. En we doen even een stukje motivatie. Maar dan moet iedereen wel even meedoen, hè? En begin jij dan met zingen? Oké. Okay. Ik wil steeds met die kale. Ik hoorde jou net al zeggen, de derde rij doet weer niet mee. Ja, dat is al de tweede ronde. Ik zei al voor de tweede keer. Hoeveel tijd hebben we nog? 5 minuten. We hebben nog 5 minuten om de derde rij mee te krijgen. Ja, ik vraag al iedereen dat voor een liedje. Dus misschien heb jij een goed liedje. Ik heb geen liedje, nee. Meneer, misschien heb jij een goed liedje. Van links naar rechts? Dik in de kist, want er een feestje gemist. Het maakt niet uit. Ja, hier willen de mensen wel. Maar hier achterin. Ik denk dat ze hier achterin gewoon vol in de voorbereiding staan. Meneer, wat vindt u hier nou van? Geweldig. Vindt u het geweldig? Maar u staat er nog even mentaal voor te bereiden. Ja, helemaal. Ja, bent u er klaar voor? Tuurlijk. Dag 2. Ja. Gaat het lukken? Tuurlijk. Zit er een roze shirt onder? Een roze shirt, nee. Ja, het is roze woensdag, hè, vandaag. Ja, maar helaas. Geen roze shirt in de aanbieding. Oh ja, maakt niet uit. Kan gebeuren. Ja, heel goed. Ik ga even kijken of er ondertussen weer gezongen wordt. Maar het gebeurt nog niet echt, hè? Ja, nog wel. Oh, let op. Ik voel dat de motivatie wel weer opborrelt. Ja, het ziet er hier gezellig uit, hè? Misschien moeten we even vragen aan iemand van de start. Mag ik u even vragen, hoe gaat het vandaag? Ja, super. Het loopt allemaal op rolletjes. Ik heb wel het idee dat dit echt op afstand de gezelligste poort is om te starten vandaag. Ik geloof zeker dat je gelijk hebt, ja.
Is het gewoon, het is gewoon heel gezellig en het gaat heel, ja, het gaat snel. Mensen zijn gezellig, hebben tijd voor een praatje. Prima. Wat ik wel een beetje mis is, ik zie niet zo heel veel mensen in het roze. Kan dat kloppen? Ja, je hebt gelijk, ja. Heb ik niet goed gekeken, ja. Nog allemaal onder die shirtjes voor. Oh, dat zou het kunnen zijn. Iedereen is natuurlijk een beetje warm gekleed. Ja, ja, precies. Ja. Er gaat nog het een en ander uit vandaag, denk ik dus. Wie weet. Oh, dat is het. En dan gaan de roze hoeden op en dan, ja. Dan wordt het echt leuk. Ja, zeker weten. Ja. Hoeveel tijd hebben we nog? Kun je dat zien? Of is dat, gaat het gewoon op de... Ik krijg iets door. Oh, dit... Oh, echt? En Tjitske weet hoe lang het nog is. Hoe lang hebben we nog, Tjitske? Een tijdje geleden, 5 minuten nog. Maar... Oh, het is niet dat ze dat constant blijven roepen? Nee. Straks begint hij af te tellen en dan hoor ik dat. En waar komt dat dan vandaan? Ja, ergens. De meldkamer? Zijn dat mensen daar? Of? Nee, Eugène telt af. En wie is Eugène? Dat is de afstand, ja, het coördinator. Van de... Dat is echt de opperstarter, zeg maar. Opperstarter, dat is een mooi woord. Ja, en die, ja. Zit dus ergens hier op de wedren. Nog niet. Horen we al iets? Nee, nog niet. Dit is toch wel een spannend moment elke keer weer, hè? Elke keer weer. Ja, ik sta hier nou voor de tweede keer vandaag en het is elke keer weer een spannend moment. Het is elke keer weer spannend. Derde keer sta je hier toch al? Nou, ik denk dat voor de derde keer. Tussen de eerste en de tweede keer zal, maar de stond een keer waarschijnlijk. Ja, dat maakt verder niet uit. Maar de tweede keer was ik hier, zeker ook. Oh ja. We wachten ondertussen rustig af. Thijs, als je naar de andere kant kijkt, dan is het aan die kant ook echt stervensdruk. Je ziet dat daar ook mensen klaarstaan. En wat er dus zometeen gebeurt, er wordt dus centraal afgeteld. Er zit dus hier ergens in een van die kantoren zit iemand die weet precies hoe lang het nog duurt. Oh, we gaan aftellen. 4, 3, 2, 1. En we kunnen starten met de eerste groep van de 30 kilometer. De feestvarkens als eerste zie ik. Dankjewel. En zo gaat het 30 kilometer van start, mensen. Je kijkt mee via RN7. En zo dadelijk in de doorkomstplaatsen, dan zullen we daar ook zijn met camera's en verslaggevers. En houden jullie ook vandaag helemaal op de hoogte wat er op de route van de Vierdaagse gebeurt. Daan, goedemorgen. Hoe is het nu op de wedren? Het is druk op de wedren. We zijn aan het starten met de 30 kilometer, zoals je ziet, vanuit 4 punten. Dat gebeurt eigenlijk altijd, hoor. Dat is verder helemaal niet speciaal. We dachten, we gaan gewoon midden op straat staan. Kijken wat er gebeurt. En je ziet dat er hier toch wel heel veel roze is. Ik zie daar een mevrouw met prachtige Nijmeegse kleuren. Ziet er goed uit, hoor. Ja, het is hier gewoon gezellig en druk. Heeft u er zin in, mevrouw? Absoluut, we zijn hier klaar voor. Weer, want het betekent, het is natuurlijk dag 2. Nou, dag 2 dus, ja. Eerste keer deze via? Nee, zevende keer. Zevende keer? Ja, en hoe weet u zeker dat u hem uit gaat lopen? Dat... Ja, het is andere jaren ook niet anders gegaan dan goed. Dus ja. Nu weer vanuit. Hij moet positief blijven, toch? Dat is waar. Toch? En is Roze Woensdag dan een beetje extra speciaal? Ja, de roze, hè. Ja. Hij ziet er prachtig uit. Ja, nou ja, dat was eigenlijk per ongeluk, hoor. Ik had er helemaal niet aan gedacht. Dat moet je niet verder vertellen. Maakt helemaal niet nee, uit. Nee, daarom. We gaan er weer van genieten. Dat is goed. Veel plezier. Ja, tot vrijdag, hè. Tot vrijdag. Dat zijn de mooiste quotes, Daan. Ik denk dat het met deze mevrouw wel goed zit. Dat denk ik ook. Die staat er, mannetje, wel qua wandelen. Ja, zeker weten. Blijven we even meekijken, gezellig? Dat mag. Ja, leuk. We staan echt midden op straat, dus dat is niet voor iedereen prettig, maar ja. Dat gebeurt. Ja, Thijs, gaan we draaien? Kijk, dat zijn toch de mooiste beelden, hè? Mensen die weer fanatiek gaan wandelen. Absoluut. En ik moet eerlijk zeggen, de meesten lopen er ook gewoon nog fris en fruitig bij. Ja, hoor. De meesten zien er echt fris uit, hoor. Ja, mensen kijken alsof ze er echt zin in hebben nog. Dus dat is... Heb je een beetje zin in? Ja. Ja? Veel plezier, hè? De joepie die sprak echt boekdelen. Ja, joepie. Ja, de joepie sprak boekdelen. Nee, dat zit wel goed. Goed, Daan. We zijn zo dadelijk weer bij je terug. Het is weer licht geworden.
En nou ja, de 50 is vertrokken, de 40 is in twee groepen vertrokken, de militairen zijn vertrokken. En de eerste groep van de 30 kilometer is vertrokken. Dus ja, alles wat hier is moet om 7:30 weg. En er staan dan mensen een beetje in de rij te dringen. Maar ik zit hier bij twee dames, die zitten heerlijk relaxed, statig met een hoed op hier te genieten van. Ja, waar genieten jullie eigenlijk van? Nou, wij genieten van de mensen om ons heen. En dan kijken we naar die rij en dan denken wij, wachten even. En dan kunnen we gelijk doorlopen. Heerlijk. Ja, precies. Wat u zegt, dan ga je toch niet instaan? Nee. Dan sta je te wachten. Wacht toch tot het lekker doorgelopen is en dan kan je gelijk door. Ja. Toch? Nee. En nu lekker met een kopje koffie? Ja, heerlijk. Lekker hoor. Lekker kopje koffie, even alles bekijken. En dan gaan we ervoor, hè. Tweede dag. Ja. Het is waarschijnlijk niet jullie eerste, anders zouden jullie niet zo relaxed hier zitten, of wel? Hoeveelste wordt het? Achtste keer. Achtste. En voor mij de vijfde. De vijfde. Jullie hebben, de eerste drie heeft u zeg maar niet samen gelopen? Nee. En nu de laatste vijf wel? Nee. Echt waar? Moeten we het daar nu over hebben? Nee hoor, geintje. Nee, toen had ik nog helemaal geen idee voor lopen. Ik ben door jou gaan lopen eigenlijk. Ja. En toen, hoe was die eerste dan? Nou, de eerste dag was het, toen ik voor het eerst liep, was het ook zo koud. Toen hadden we de dijk, geloof ik, en toen dacht ik, nou is dit het? Ook met handschoenen aan en zo. Maar ja, dan loop je en dan denk je, ja, het is toch wel heel erg gezellig. Al die mensen en samen zijn en zo. Dus ja, toen denk ik, nou, dat ga ik weer doen. Nee, nou, vijfde keer nou. Ja. Dat is heerlijk. Ja, is het vandaag roze woensdag? Het is, is dat dan nog iets speciaals? Roze, hè? Ja, dat sowieso. Ja, ik dacht het wel voor de homo's, dacht ik en zo. Ja, maar heeft dat voor jullie personen nog iets speciaals? Nou, ik vind het toch ook wel bijzonder dat er toch wel de aandacht aan gegeven wordt. En dan doen we gewoon mee, toch? Ja, ik vind dat leuk. Gisteren was het blauw. Blauwe dinsdag. Dan hebben we witte donderdag. Goede vrijdag. Witte donderdag en dan goede vrijdag, hè? Ja, is dat echt zo? Ik ken hem alleen van paas eigenlijk. Nee, witte donderdag is echt in het wit. Zie je ook heel veel straat in het wit. En dan goede vrijdag mag je zelf weten wat je aandoet. Dat is ook zo leuk. Mag je roze of wit of blauw of zwart. Maakt niet uit. En dan eindigen met vis eten toch, s'avonds? Of niet? Of is dat die andere goede vrijdag? Nee, dat weet ik niet. Maar ik geloof... Einde van de vaste, hè? Einde van de vaste, ja. Maar dat is een heel ander feest. Ja. Dus dat weet ik niet precies hoor, maar nou, vrijdag is gewoon de slotdag. Hè? Dan is het helemaal feest. Dus dat... Is dat dan echt waar je naartoe leeft die hele vierdaagse lang? Ja, toch ook wel. De hele week is leuk, maar de vrijdag is toch wel, ja, je hebt het weer gered. En dat geeft toch wel een lekker gevoel. Echt een lekker gevoel. Ga je dat halen dit jaar? Jawel. Ja. Dat voel je nu al? Denk het wel. Als er niks geks gebeurt dan... Nee. Ik heb een blaar. Is dat een unicum? Ja. En nu? Nou, ik voel hem niet. Maar ik zag het gisteren ineens. Ik denk, hé, ik heb een blaar gisteravond. Maar ik voel hem niet, dus ik laat hem nog even zitten en ik kijk wel. Maar ik druk niet aan de zijkant. En je kan altijd bij een post stoppen als het erg wordt. Dus, Volgens mij zijn jullie de twee meest relaxte mensen van deze hele wedren. Ik wens jullie heel veel plezier. Dankjewel. Zometeen. En tot vrijdag dan, hè? Ja, jullie ook. Dankjewel. Gerry, terug naar jou. Ja, wat een lieve dame is ook gewoon. Jeetje, Mina. Ja, zeker. Gezelligheid. Nou, het toverwoord vandaag is toch wel Bert van der Lans, hè? Ja, zeker. Ik wist niet of je het aan mij vroeg, maar ja, inderdaad. Dat vroeg ik aan jou, ja. Nee, dat is inderdaad het toverwoord. Hij gaat vandaag niet starten, hè? Het is bekend geworden, gisteravond, dat hij... Ja, jij lag natuurlijk al te slapen ter voorbereiding niet, op vanochtend. Niet, maar ik hoorde dus dat ze nog gingen afwachten hoe hij de nacht doorgekomen was. Oh nee, ik heb gisteravond begrepen, want hij ging samen met zijn dochter lopen, dat hij toch maar heeft besloten dat zijn dochter moet doorlopen en dat hij toch niet gaat starten. Oh, oké. Nou, dan is dat fenomeen is ook weer achterhaald. Ja. Nou, goed, inderdaad. Kan ik weer doorstrepen uit mijn teksten dan. Hey, dankjewel Daan, ik spreek je straks weer. Ik zit toch te kijken, nou, dat is bijna dat je zegt, Daan, daar moet je naartoe lopen. Al is het alleen maar om te vragen, waarom dan? Hè? Dat is toch wel weer een ding? Ik weet niet of het kan hoor Daan, ik heb echt geen idee. Ik ga er even naartoe. Ga je er naartoe? Ja toch? Ja natuurlijk. Ja, heel bijzonder dit. Camerabeweging, alles, pak wel allemaal even. Ja, ik moet wel even over tafel klimmen. Ja, tafels, mag het even? Ja, daar kan je natuurlijk niet omheen, hè? Klim over ik kom tafel. Even over, wat denk je, gaat het lukken? Ja, natuurlijk. Oh, ja. Hallo, dames. Hallo.
Wat zien jullie er fantastisch uit. Dankjewel. Nou, daar ben ik heel blij om. Dat was ook de bedoeling. Ja. Ja, ik was dit... net aan het uitleggen hoe het kwam. Nou, ik luister graag even mee. Het is uitgeschoten, een beetje uitgeschoten. Ik was had voor de carnaval had ik een hoed laten maken. Die was heel leuk gelukt. Toen zei ik, kun je voor de Vierdaagse ook een roze hoedje maken? Nou, ze is uitgeschoten. Een roze hoedje? Een roze hoedje. Ja. Hoedje. Oh. Ja, het is inderdaad een roze hoedje. En dan meteen ook maar twee. Ja, ja, maar dat is toch leuk met z'n tweeën? Ja. Heb je die ook zelf gemaakt of is dat gewoon... Nee. Later maken. Door een mevrouw en ze heet Ria, voor de rest weet ik het ook niet. Je hebt toch gewoon bij Ria besteld? Ja, bij Ria besteld. En Ria denkt, ze heeft meteen mijn handtekening erop? Precies. Ja. Dat doet ze goed. Als het handig was geweest, had ze de achternaam er ook op gezet. Ja. En het telefoonnummer. Maar... En Ria had natuurlijk even niet bedacht dat je hier nog 30 kilometer mee moest lopen. Nee, dat vragen wij ons ook af hoor, of dat gaat lukken. Ja. Laat ze dit nog aangemaakt, toen zei ze, nou dan blijft het wel zitten. Dus dan kun je dat aan elkaar knopen. Ja, nou we dachten, nee, we houden hem echt niet 30 kilometer op. We gaan het een heel eind proberen. En dan? En dan in de hand. Je kan heel goed met je hand in de schoen. Ja. En dan hou je hem vast. Want misschien is het leuk om hem zeg maar, bij wijze van estafette dan af en toe door te geven. Ja. Dat ze dan toch uiteindelijk wel weer op de wedstrijd uitkomen. Ja, maar ze zijn niet allemaal zo gek hoor, als wij. Nou. Ja, we kunnen het even proberen. Zijn er mensen die de hoed even op willen even passen? Ja, wie? Niemand? Ja, hier wil iemand wel even passen. Ga ik even uit beeld staan? Ja. Ja, meneer, kunnen we u zo gek krijgen om even een etappe mee te lopen? Ja, nou. Nee. Nou, hoeveel kilometer denk je dat je hem over wilt dragen? Nou, dat weet ik niet. Hoeveel? Ik weet niet hoe lang ik het voel. Wow, zeg maar wiegen? Nee, wiegen hebben we hem zelf op. Wiegen hebben we hem zelf op. Dus is het na wiegen dan? Beuningen, zeg maar. Zijn we ongeveer Beuningen? Kunnen we dat afspreken dat we zo bij Beuningen dan even bij elkaar komen? We kijken wel, hè, of we elkaar weer tegenkomen dan. Ja, hè? En dan uiteindelijk, want ja, die hoed die kunnen wij. Ja, we zijn erbij overal, dus we kunnen die hoed natuurlijk niet missen. Nee. Dus dan laten we dan met elkaar afspreken dat hij in ieder geval weer op de wedstrijd aankomt. Dat zeker. Ja? Oké, dan. Hey, veel plezier vandaag, hè? Ja, dankjewel. Dankjewel, Daan. Nou, ik zeg, petje af.